Zo, en dit kunnen we dus nog een paar keer gaan doen, hè? Yo kijkers van Marcel's Ei, welkom terug bij Minecraft Survival. Vorige aflevering hebben wij weer de eerste twee lagen van onze mobspanner erop gelegd. Want hij was niet helemaal goed, dus hij was iets te dichtbij. Dus we hebben hem weer opnieuw gebouwd. En we gaan er gewoon mee verder. Met de volgende lagen. Ja. Dus we gooien gewoon hier weer een nieuwe laag aan cobblestone bovenop. En dan zou het helemaal goed moeten komen. Dus ik speel eerst even op peaceful nog. Omdat ik de boel nog aan het bouwen ben. En dan vind ik het toch wel even fijn als het even wat rustig is qua monsters. En dat ik niet de hele tijd hoef te eten en zo. Dus noem me een pussy, maar ik speel eerst nog even op peaceful. Dan weet je dat even. Bedankt voor jullie aandacht. En hou de aandacht er nog even bij graag. Dus. Waar ga je het dan over hebben? Want echt, het is zo saai dit, hè. Maar op zich ook wel weer leuk. Huh? Hoe dan, Marcel? Ja, ik snap het ook niet meer. Nee, ik vind dit soort dingen bouwen vind ik altijd wel grappig. Want ja, je bent er wel echt gewoon een poosje mee bezig. Snap je? Dus het is gewoon een soort van tijdverdrijf of zo. Weet ik het. Oh, nee. Niet daar. Hier zo. Goed zo. Braaf stukje cobblestone. Zo. Dit gaat lekker zo. En dan hier nog wat. En jij mag ook nog wat cobblestone hebben. Alsjeblieft. Zo. En bam, bam, bam. Rammen die bam, bam. Jij ook nog. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. En ik hoor je niet eens dankjewel zeggen. Nou, wat een aso's. Ik vind het niet aardig. Zo. Het lijkt me grappig als ik nu gewoon ergens een keertje naar beneden val of zo, weet ik het. Daar heb ik in ieder geval een goed stukje voor aan het begin. Ja. Zal Marcel naar beneden vallen? Ja of nee? Je ziet het. Aan het begin van deze video. Nou, dan heb je dus al gezien. Dus dan is de climax er ook weer af. Ja. Zo had ik er nog niet over nagedacht. Misschien moet ik dat stukje niet aan het begin gaan doen. Maar goed, dus we zullen het nooit weten. Ja, of je moet de hele video uitkijken. Wat bijna nooit gebeurt. Ik ken jullie, kijkers. Ik kan zien hoe lang jullie de video kijken. Echt bijna niemand kijkt volgens mij mijn video's uit. Ja, ik krijg ook nog wel eens de vraag van mensen van... hoe zit dit en dit dan? Ja, had ik dat al uitgelegd in de video. Had je maar af moeten kijken. Ja. Alleen dan was je niet zo slim geweest om dat ook te doen. Ah, eigen schuld. Ik ga het niet nog een keer zeggen. Dus, oké, we zijn bijna klaar met de eerste... Hoe noem je zoiets? Ja, een soort van laag eigenlijk. Ja. En we zijn alweer bijna door al onze cobblestone heen. Dat is niet relaxed. Nee, niet daar. Hier. Bedoel ik. Zo. Zo. Kijk eens aan. En daar nog één. Daar nog één. En daar nog één. Oh. En hier. En dan bam. En bam. Oké, nu gaan we water plaatsen. Oftewel, we gaan even een infinite water source maken. En dat doen we gewoon heel simpel. We nemen drie stukjes. Zo. En dan zetten we een blokje neer. En dan gooien we daar gewoon eentje in. En dan gooien we hier ook eentje in. En dan pak je... Nee, dan pak je die uit het midden. Nee, niet zo. Ik bedoelde een bucket. Je pakt gewoon de middelste, pak je eruit. En ja, dat wordt dan steeds weer opnieuw gevuld. Zo. En hier eentje. En dan heb ik ook nog wat water over zelfs. Oh. Het is volgens mij veel handiger als ik gewoon elke keer alle buckets vul. In plaats van steeds eentje. Ja. Is veel handiger. Kijken, daar nog één. En hier nog één. En hier nog één. En hier ook nog één. En ik heb gewoon... Wauw. Komt gewoon eens een keertje precies uit. En dan die weg, die weg, die weg.
Zo, en dan hak je hier een blokje weg en dan ga je erin op staan. Zo, hey, dat ging goed. En dan ga je verder met die muur. Lijkt me wel grappig trouwens, met voetbal. Als China eens een keertje moet voetballen. Ja. En dan hebben ze, krijgt de tegenstander van China krijgt een vrije bal in de buurt van het strafschopgebied. Dan moeten ze een muurtje neerzetten, hè? En dan heb je een Chinese muur. Ja, het is wel zo. Toch? Ik vind hem best wel mooi. Lijkt me op zich wel grappig. Dan krijg je in één keer zo'n hele lange muur op het voetbalveld en zo. Dat lijkt me echt mooi. Alleen jammer dat het niet zo vaak gebeurt. Want China komt heel weinig uit hun land volgens mij. Maar goed. Ze blijven vooral in hun land. Net zoals dat ik vooral op mijn kamer blijf. Volgens mij moet er nu nog één laag cobblestone bovenop. En dan kunnen we... Ja, dit wordt de laag van het dak, zeg maar. Van de eerste laag van de spanner. Ja, ik vind het een beetje vaag hoe ik dit allemaal beschrijf, Marcel. Ja, oké. Okay. Is leuk voor je. Maar ik weet echt niet hoe ik dit goed kan beschrijven, joh. Is gewoon niet meer grappig, dit. Ja. Zo, en dit er ook in. En dat erop. Zo. Daar nog wat cobblestone. Hier nog wat cobblestone. Jij nog wat cobblestone. En daar nog wat. En dan mag jij weer weggaan, want jou hebben we niet nodig. Hier, zo. Oké, prima. Nu moeten we dit helemaal opvullen met cobblestone. Ja hoor. Hoe raad je het? Ik zou het niet weten. Zo, en dit kunnen we dus nog een paar keer gaan doen, hè? Of in ieder geval nog één keer. Ik weet niet hoeveel lagen ik het ga doen. In ieder geval twee. Dus in ieder geval twee van deze lagen. Misschien zelfs wel drie of vier. Jaha. Vier, dat wordt veel werk. En veel cobblestone ook. Kan ik wel bijna een creative gaan doen, joh. Ik had dit al een creative mogen doen. Maar ja, dat doe ik niet, want dan is het cheaten en zo. En daar heb ik zelf ook eigenlijk wel aan cheaters. Alhoewel, af en toe vind ik het toch wel eens relaxed om een klein beetje te cheaten. Maar goed. Ieder heeft zo zijn ding. Ja. Soms gebeuren dus... Oh shit, ik heb geen water meer. Wat nou als ik jou eerst even weghaal? En dan haal ik... jou. Ook eerst even weg? Zet ik daar een blokje... Nee, ja, wel. En dan zet ik... daar ook een blokje neer. Zo. En daar één, daar één. En dan ga ik even al mijn buckets vullen. Zo, en jij ook. En jij ook, en jij ook. Zo, alles weg. En die weg, die weg, die weg. En jij weg, en jij weg. En dan daar, bam. En daar ook, bam. Zo. We kunnen in ieder geval weer naar beneden toe. Mama. Help. Zo. Oké, prima. Goed. En dan gaan we weer verder. Ik moet eigenlijk weer even op het dak zien te komen. Hallo. Ben ik weer. Hallo dak. Lang niet meer gezien. Dat is een grapje. Dat klopt. Ja. Dit duurt een poosje. En dat vind ik niet echt cool. Maar ja, moet wel gebeuren. En ik wil het wel een beetje voor iedereen leuk houden en zo. Alleen dat is toch al niet meer gelukt. Ik geef het op, oké? Nou ja, maar nee, daar. Jij hoort er nog niet. Nee, nog niet. Jij mag zo meteen pas inburgeren. Oh, Marcel. Nee, sorry. Grapje. Was niet mijn bedoeling, oké? Jij nog? Ik ga het niet redden, joh, met die cobblestone. Want ik vind het al prima wanneer laag 1 af is.
Gaan we dan eens kijken of dat ding werkt. Nee, jij hoort er niet. Ga weg, jij. Alleen daar. Zo. Ik had een heel mooi ding uitgestippeld voor hun. Houden zich er niet aan. En dan plop. Toen was het donker. Nou, niet helemaal, maar... wel zo ongeveer. Oké, laat ik maar eens even de rand gaan maken. Dat is wel even handig, denk ik. Dus. Even kijken. Zo, en jij nog. Zo. En dan gaan we nu helemaal naar boven toe. En dat gaan we nog een paar keer doen. Ja, ik denk dat dat wel het handigste is. Gewoon alles in één keer. Nee, niet alles in één keer, maar gewoon een paar keer op en neer. En toen... doe nog iets! Goed zo. Braaf. Hartstikke braaf. En jij nog? Er gaat veel cobblestone in zitten in die toren. Ja. Zo, naar beneden toe. Hop. Oh, skills. Dat is echt zo'n oud trucje, die gebruikt iedereen. Ik doe wel de hoeken allemaal in één keer. Dat is wel even handig om te doen. Want de hoeken zijn best wel moeilijk, vind ik. Waarom was ik de hele tijd aan het springen? Ik hoef maar één keer te springen. Ben ik er al? Nee, oké. Ik dacht even dat ik er al was. Nou, dat was niet zo. Ja, dat is een tegenvaller. Precies, hij snapt het. Zo. Bam, bam, bam. Rammer die bam, bam. Zo. Dit gaat niet heel erg snel, maar nou, het gaat normaal, zeg maar. Bam, 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 bam. Hallo. Ik ben er bijna. Zo. En jij nog. En dan mag jij helemaal dicht gaan. En mag jij helemaal dicht gaan. En... jij mag ook helemaal dicht. En dan... hop. Zo. Pak even de kopstone op. Nou, nu kan ik het eens goed allemaal in één keer gaan doen. Zo. En... jij nog mee. Hop, 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 hop. Zo, zo. En dan nieuwe kopstone pakken. Hop. En zo. En dan bam, bam, bam. En dan hop. Ta-ta-ta-ta-ta. Zo. Gaat niet helemaal zoals ik het wil, maar goed. Deal with it. Zo. We zijn er bijna. Toch? Ja, we zijn er bijna. Oh, kan het de bovenkant al aanraken. Nou, dat is handig. Nu moet ik nog even helemaal naar boven. En even het water weghalen. Zo, oké. Dit wordt heel lastig. Nou, eigenlijk helemaal niet. Ik plaats dit gewoon en dan ga ik hier zo staan. En dan haal ik het water weg en dan ga ik met het water mee naar beneden. Oh, 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 kijk dan, kijk dan, kijk dan, kijk dan. Dit gaat goed. Dit gaat echt helemaal goed. Zo. En dan bam, ben ik beneden. Hoe dan? Oh, oh. Skills. Ik voel me zo pro, hè. Ik ben het niet, maar ik voel me wel pro. Dus, oké. Dat was laag 1. En eigenlijk was het helemaal niet handig wat ik nu heb gedaan. Want nu moet ik dat water, moet ik ook weer omhoog zien te komen. Shit. Niet over nagedacht. Oeps. Maar mensen, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Ja, ik heb niet heel veel meer te zeggen. Ik weet wel dat ik even ga dat ik even voor XP ga dingen doen en zo. Want ik moet een nieuwe pickaxe maken. En zit er niks meer in de furnace? Nee, oké. Ik heb een nieuwe pickaxe nodig. Ja,
En doe ook wel even een level 30 enchantment op. En dan wel hopen ook dat het een goede enchantment is. Dus, bedankt voor het kijken. Druk op het duimpje omhoog. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug bij een nieuwe aflevering van Minecraft Survival. Mocht je trouwens nog ideeën hebben wat ik kan maken in deze wereld, laat het maar even weten. Dan kan ik daar rekening mee houden. En ja, tot de volgende keer. Tot later.